maar snel weer tevijf nemen. Het is Ben & Jerry's 128 calorieën light ijs. Los maakt mij heel blij. Maar het is grappig, want ik weet het. Als iemand je opmaakt, denk je dat het vet veel is. Billenpieren voor de foto. Ja, het is wel echt zo dat ik het wel heel donker zeg. Ja, ik moet nog heel veel doen. Zodra iemand anders ja zegt, moet ik dan dus heel hard huilen omdat ik dat heel lief vind. Ik wil heel lang gewoon weer een on-the-go aflevering opnemen. Maar kijk, hier word ik zo gek van. Veggie burger aflevering. Het vind ik gewoon belangrijk om anderen te motiveren om dit ook te doen. Dat zeggen we altijd, maar uiteindelijk... Goedemorgen jongens, ik heb een studiodoek besteld. En die ga ik nu uitpakken. Volgens mij is het best wel een gedoe. Oké, dit wist ik niet dat het zo verpakt zat. Het is wel chill, dan kan je het ook echt meenemen. Maar ik denk dat het echt een heel gedoe is om het hier weer in te krijgen hoor. Oh, het zit wel echt goed beschermd. Het is allemaal binnenzakken. Dit is het doek. Maar ja, ik las al op meerdere sites dat er nooit een handleiding bij komt. Dus dat is wel irritant. Misschien is het aan het ruinen. Dit is denk ik de ene kant van het systeem. En dan is dit de andere kant. Het zijn allemaal statieven. Chill, dan heb je ook gewoon statieven weer. Nog iets. Dat was het. Ik heb het besteld op camera.nu. En de doos namelijk best wel lelijk. Er zit geen handleiding bij, geen factuur. Super irritant. Waarschijnlijk wel in de mail een factuur. Dus dan heb je zeg maar dit. En dan moet je het verder maar uitzoeken. Oh, nice. Ik weet ook niet welk merk het is, want het staat er ook niet bij. Ik dacht er gewoon te moeilijk over. Het is namelijk best wel een simpel iets. Dit is gewoon echt een soort lakengordijn. En Ruben kwam ermee dat je het waarschijnlijk zo moest doen. Het is dus gewoon als een gordijn, kijk. Er zitten wel kreukels in. Ja, dat zie je toch hoor, die kreukels. Dit moet gestreken worden. Irritant? Het valt wel mee. Zie je toch sowieso? Ik zie het nu ook. Ik zie allemaal kreukels. Ja, nu. Dit is poging 683 om de krabpaal weg te doen. Aangezien ze er nooit mee spelen en hij oud en lelijk is en kapot. We willen wel een ander halen, maar in dit huis is het gewoon... Ze spelen er niet mee, weet je? Dus het is niet zielig dat ze het wegdoen. Zodra we hem weg willen halen, gaan ze erin spelen. Wij helpen met sjouwen. Om een soort van aan ons aan te geven, doen we niet weg. Dus daarom dachten we steeds, oké, dit is een hint, we moeten hem houden. Maar ze spelen er gewoon echt niet in, dus nee. We hebben de mooiste dingen gehad. We hebben een heel kattenhuis gehad. Ze doen er gewoon helemaal niks mee, dus... Hé, Bobby? Bobby? Hey! Hoi jongens, we hadden dus inkt besteld en gewoon papier en stickervellen. Dat we dus eindelijk via MyParcel kunnen gaan werken. En dus goedkopere verzending hebben. En dus via hen, heel gedoe. Toen was de postbode dus veel te vroeg gekomen. Dus toen, we wilden het gewoon echt heel graag vandaag. Want we hebben nu ook de tijd om het een beetje uit te gaan zoeken. Oh, ik begrijp hem. Wat dan? Gelukkig. Ja, maar dat is ja, gewoon dom. Ja, gelukkig. In ieder geval. Toen heb ik 1, 2, 3 inkt gebeld. En die mensen zijn echt heel aardig. Van mogen we het pakket morgen weigeren en dan nu zeg maar opnieuw komen ophalen zodat jullie het nieuw klaarleggen. Toen lag het in een kwartier klaar, toen reden we erheen in Nederhorst. Dat was iets langer rijden dan we dachten, maar dus nu hebben we het meteen en weigeren we morgen gewoon het pakket. Dus dat is heel chill. En we hadden altijd action enveloppen, maar ik vind het toch echt leuker om in de iets duurdere leuke gekleurde envelopjes te verzenden. Plus die heb je ook in het klein. Dus als iemand E-sieraad of 3 bestelt, dan zit het wat strakker in het envelopje dan in zo'n grote witte. Maar daar moesten we dus deze kaartjes schrijven en dat vaststepen voor het adres. En nu hebben we dan, ze hadden niet een goedkoop merk of zo, maar dat vond ik wel prima. Stickers die we er gewoon opplakken en dan schrijven we met de hand. Want wij bieden ook brievenbusverzending aan. Waardoor je dus soms voor maar 2,45 met verwerkingskosten iets kunt bestellen. Wat natuurlijk super chill is. Top. Eindelijk weer een printer. Lekker saai verhaal. In ieder geval kunnen we gewoon sticker erop plakken, adres schrijven. En als we iets als brievenbuspost of pakketpost hebben, kunnen we hem online invoeren. Dan komt hij mooi daar uit de printer. En we gaan nu voor het eerst keer testen voor degene die deze bestelling heeft gedaan. Die heeft niet betaald voor een pakket, want wij wisten dus niet dat het niet in de brievenbus paste. Dus dat nemen wij voor onze eigen rekening. We namen nu ook €1 steeds voor onze eigen rekening, omdat ik de verzendkosten gewoon te duur vond. Want we verzonden steeds pakketten en brievenbuspost via PostNL, gewoon zoals elke particuliere doet. Terwijl je het dus goedkoper kunt krijgen als je het... Via als zaak doe ik bijvoorbeeld via MyParcel. Dus we gaan het nu voor het eerst proberen. En dan is het nog een heel gedoe, want dan moet je dus vier... Je kan ook een etikettenprinter kopen, maar dat is duurder. Dus je hebt dan stickers met 4 vakken. Maar als je dus bijvoorbeeld maar 1 order hebt, dan moet je hem dus... Komt hij dus op 1 vakje maar. Dan kun je daarna dat blad weer opnieuw erin doen. Maar dan moet je weer precies weten welk vakje er die dan uitkomt. Dus dat is toch een dingetje, maar het is wel echt beter en professioneler. Dus dan blijven de brievenbussen in de hand geschreven en de rest wordt dan geprint. Goed, dat was weer een kijkje achter het scherm bij de webshop. Doei!
Jongens, sorry, ik wil zo even omgedraaien, maar dit is toch niet normaal? Kijk al die kreukels in dit doek. De muur is nog meer egaal. Heel vreemd. Oké, ik denk dat het echt gedoemd is om te mislukken, maar ik ben naar de buren gegaan. Zij zijn zo lief. Ze hadden ons laatst weer koekjes gebracht. Ik had hen toen toch make-up gegeven. Het is zo'n leuk gezin. Komt ze met twee strijkbouten aan de moeder, zegt ze, je mag deze hebben. Ik zeg, tuurlijk niet. Dus ik ga hem zo terugbrengen. Maar ik denk dat het niet gaat lukken, de kreukels eruit. Als ik op internet op zoek ook niet. Dus dan moet ik een papieren rol gaan kopen. Maar ik vind dat wel heel slecht hoor. Dat je kan het ook als rol opsturen in plaats van helemaal in elkaar gevouwen. Om het zo goedkoop mogelijk te verzenden of zo. Ik weet het niet. Ik ga nu proberen te strijken. Op de grond ga ik onze oude gordijnen op de grond leggen en het daarop doen. Die mensen, dat zijn echt de liefste mensen in de wereld. Dat is echt niet normaal. Zo'n leuk gezin. Ik ken serieus geen één gezin dat zo aardig is. Geen één. Nee, Noah. Alsjeblieft, zeg. Elk doek dat wordt neergelegd. Kom op. Ik ga je even wegdoen, want ik vind het te irritant. Nee. Je moet even weg, want je bent gewoon een beetje vervelend. Ciao. En jij doet niks, Bobby. Jij blijft gewoon lekker liggen. Oké. Okay. Moet ik er wel bij kunnen, het is niet zo lang snoer. Bobby? Nee, jij niet ook? Bobby! We moeten maar snel weer een tapijt nemen. We moeten echt een tapijt nemen, want die katten worden helemaal dol van die doeken. Duur is echt voor een gordijn met de kreukels. Hi jongens, ik heb de trui online gezet. Ik kon niet wachten. Reacties zijn heel goed. Ik heb hem voor de zo laagst mogelijke prijs aangeboden. Dus lager zou je hem niet vinden. Bij die groothandel moet je hun prijs aanhouden. Je mag er 5 onder of boven zitten. Afronden op 5, zoiets. Ja, het zijn gewoon echt best wel dure items ook qua inkoop. Er is nog niks besteld. Het is altijd heel erg spannend. Heel veel leuke reacties. Maar ja, misschien vinden mensen het te duur. Ik weet niet. Het is wel echt een hele mooie kwaliteit. Het is een hele mooie glanzende stof. Heel zacht. Heel dik. Heel veel kleuren. Heel veel werk zit er in die trui. Dat zie je gewoon. Echt een bijzonder trui. Het is niet gewoon een effe trui of zo. Verder had ik dit gekocht om te testen voor jullie. Maar meneer Ruben Stewart had er dus van gegeten. Ik zal even laten zien hoe dat er dan uitziet. Zo. Lekker. Het is Ben & Jerry's 128 calorieën light ijs, caramel cookie fix, vanille ijs met zout caramel swirl en shortbread cookies. Nu staan jullie even op mijn knie. Is die groot genoeg? Ja. Vaak denk ik dat bij light dingen het dan heel zoet wordt gemaakt ofzo. Oh, ik heb gevoelige tanden, dus het ziet er echt niet uit hoe ik ijs eet. Mm. 50% minder vet. Dan vergelijkbare ijsproducten. Wat doen ze dan zichzelf? 2 bolletjes 130 calorieën. Chill. Het is heel erg lekker. Echt, het smaakt echt naar vanille-ijs. Zoet. En dan moet ik zeggen dat ik dus, dit is voor mij geweldig. Hoe meer light het ijs, hoe wateriger, hoe melkeriger. En niet romig, maar melkerig. Hoe lekkerder. Ik vind hagedas ook heel lekker. Ik weet niet of het light is, maar het smaakt heel fris. Ik vind roomijs bijvoorbeeld niet lekker. Dit is echt top voor mij. Goed dat Ruben me al bijna op heeft gegeten. En ik kijk naar Ollelei. Wie kijkt dat ook? Good morning. Ik laat het ook maar gewoon even zien. We hebben een heel chill pakket van My Parcel. We hadden het niet gekregen, maar het is een welkomstpakket. Met tape. En wat we net gisteren hebben gekocht, daar krijg je dus gewoon 400 gratis van. Dit hadden we niet eens hoeven kopen, want we verzenden niet eens zoveel pakketten. Deze dingen passen door de brievenbus. Vet chill. Allemaal info. En heel leuk. Dit boek. Superleuk. Het is ook een beetje gericht op vrouwen, volgens mij. Wat ik echt wel in de vakantie willen hebben. Mega leuk. En ik heb eindelijk weer een nieuw masker van Maria Nila. Maar ze heeft de verkeerde toegestuurd. En dan moet ik zeggen dat ik het stiekem wel heel spannend vind. Want hierdoor wordt je haar... Ik heb normaal cacao en dit is cacao intens. Hier wordt je haar echt heel donker van. Denk ik. Ja, sowieso. En ik heb donker haar gehad. En elke keer als mijn haar nat is en het is donker, vind ik het toch wel heel mooi. Dus ik ga hem wel gebruiken, maar ik denk dat het wel te donker is voor dagelijks. Dat ik niet zo donker wil.
van Diana gekregen, van Yusra, alsjeblieft. En hiervan wist ik niet dat het zou komen. Maar dit zijn NARS Liquid Lip Collection. Even kijken. Nog 16 juni 2018 te kopen via de Bijenkorf. Oh, dat is er dus al. Dit is gloss. Denk ik. Hoop ik. Ik hou echt van gloss. Gloss maakt me heel blij. Dit zijn dan liquid lipsticks. Ik draag dat heel weinig, maar ik draag het wel als ik bijvoorbeeld foto's ga maken of als ik ga filmen. Ik vind gewoon snel als ik lipstick op heb dat ik er heel erg gemake-upt uitzie en daar hou ik niet van. Dus ik zet mijn make-up liever in mijn gezicht, zeg maar, qua mijn huid en zo. Maar deze ben ik heel... Oh, er staat wel tester op. Heel soms staat dat er dus op. Bij de kliniek ook. Ik hoop dat die nog niet gebruikt is. Maar is het een gloss of een... Dit is een liquid lip, toch? Het punt is dat mijn lippigment best wel donker is, heb ik het idee. Want heel vaak vallen kleuren op mijn lippen gewoon best wel donker uit. Kijk, als je dit ziet, denk je echt van, oeh, dit is een heel mooi kleurtje. Die scherp. Super mooi. Maar hoe staat hij op mijn lippen? Ga het zien. Is het wel een gloss? Full vinyl lip lakker. Power matte lip pigment. En velvet lip glide. Staat het er wel op? Oh, hij ruikt lekker. Oh, dit is een velvet lip glide. Dit gaat dus zacht blijven. Heel leuk. Dit is natuurlijk de full vinyl lip lakker. Het lijkt me dat het glossjes zijn. Dit is een lip pigment. Die zal heel donker zijn. Lip glide. Oké, dus dit zijn twee dezelfde items. En hele mooie kleuren. Ook ben wel heel blij met de kleurtjes die ze hebben gekozen. Zeg. En dit zijn dan die heftige. Ik ga het wel even testen. What? En het ruikt allemaal echt naar de hemel. Het ruikt een beetje als MAC lipstick, zo vanilleachtig. Super lekker. Nice. Hallo hoofdje. Ik wil nog even zeggen, ik heb het andere product van Bobbi Brown nog niet getest. Maar dat is echt voor met de zon en dat is er nu niet echt. Maar, oh, wat is dit? Oh, de zwavel ziet er nu al niet meer uit. Deze heb ik nu een paar dagen getest en ik vind hem zo fijn. Hij ruikt een beetje wel naar lavendel, vind ik. Ik lees dat er niet op. Even ruiken nog een keer hoor. Ja. Of het moet denken aan een product waar normaal lavendel in zit. Er staat op Enriched Mineral Water en Cucumber Extract. Het is in ieder geval zo fijn over je gezicht. Want het maakt je huid heel lekker fris en schoon. Maar ook een beetje zacht zonder dat ik zo'n vies laagje voel. Want na toner of tonic wil ik geen laagje op mijn huid voelen. Er zit helemaal niks op hier. Ja, dat stond natuurlijk op de verpakking. Ik vind het altijd lastig, want ik kan niet zeggen van, zoals tea tree, het helpt tegen puistjes of iets. Maar ik gebruikte altijd die tea tree en ik merkte dat ik steeds die gebruikte. Waar zit ik met mijn vinger op het geluid? Nee. Dan werkt het eigenlijk niet echt meer, weet je wel, omdat je het zoveel gebruikt. Dus ik gebruik deze nu al iets van 5 dagen tussendoor. En elke avond heb ik vooral echt heel veel zin om hem te gebruiken, omdat het je een heel erg rustig gevoel geeft ofzo. En toch gebruik ik hem ook. Dus, maar ik zou zeggen, als je dan in de winkel bent, ruik me even of zo, of voel me even. Ik denk dat je het best wel kan testen in dat soort winkels. Ik vind het dus echt heel erg fijn, maar ik kan niet zeggen van, koop het, want het is goed tegen dit en dit. Maar ik vind het gewoon wel een heel fijn product. Want soms heb ik ook een product, een Bobbi Brown, dat ik dan iets heb van, nou, ik heb niet zin om het te gaan gebruiken. En hier heb ik echt zin om het te gebruiken, dus ik ben hier zelf heel blij mee. Hallo, ik ben mij gaan opmaken. Ik ben best een stofzuiger. Ik ben de keuken ook een beetje aan het doen. En een beetje het huis opgeruimd. Mijn beste vriendinnetje komt zo en die gaat shooten voor mij. Kortjes kijken om misschien ook items die online staan. Nog even op haar te shooten. Dat je even een ander soort lichaam ziet. Een andere persoon. In ieder geval de leopardjurk hoop ik dat het niet zo groot voor haar is. Ja. Oké. Okay. Gordijn daar is dicht. Dit staat. Lekker vol met kreukels. Ik heb het vastgetept aan de grond. Katten weg. Stof gezogen. Ruben weg. En dan komt mijn friend. Straks. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Oké. Okay. Mijn vriendin is er. En we gaan nu de Pretty Woman dress shooten. Dat staat er heel erg mooi. We hebben nu alleen de issue dat haar gezicht heel bruin is en haar lichaam minder bruin. En het is een off-shoulder jurk, dus dat zie je heel erg. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop zo dat het heel mooi wordt. Ik denk het wel. Oké, okay, ik heb net de make-up een beetje gedaan. Ik heb een blush op de wangen. Een beetje contour, een beetje highlighter. Maar het is grappig, want ik weet het. Als iemand je opmaakt, denk je dat het vet veel is. En het was bijna niks. En deze lipkleur. En als jullie trouwens foto's willen zien, kan je het gewoon op de website zien. En waarschijnlijk op onze Instagram. Want daar kan je deze friend wel bewonderen. Ja, ze gaat nu sieraden omdoen, zilver. De hakken worden aangedaan. Want mijn friend is maar 1,60 meter. Maar het grappige is dus dat die jurk bij mij hetzelfde viel.
Dus als je dus een kleinere maat bestelt, is die dus ook echt korter. Dat is wel goed om te weten. We lopen nu naar buiten, want het zag er gewoon niet uit. Dus misschien moeten we toch maar kijken of buitenfoto's beter zijn. De jurk is namelijk echt heel mooi, maar op de foto komt hij gewoon niet tot z'n recht. Hier bij deze boom. Ja. Dit is jongens, ik zeg het eventjes dat ze er billen pieren voor de foto. Oké, we gaan nu over naar de Dangerous Woman Dress, zo heet hij dus. Vind je het een leuke naam of niet? Ja. En hij is echt heel mooi. Het is echt een hele erg mooie stof. En we gaan die andere is eindelijk gelukt. We zijn nu even aan het kijken welke sieraden we erbij doen. Maar het is zo'n mooie jurk. En jullie kunnen de foto's zien op de site. We hebben nu de Wifey Material Loose Jurk. En die heb ik alleen in grote maten. Maar het staat dus ook super leuk als je een kleine maat hebt. Want ze draagt hem dus oversized met een riempje. En het is echt super leuk. Dus die gaan we ook even shooten. Jongens, kijk hoe leuk dit staat. Juist als je een kleine maat hebt om dan zoiets aan te doen. Echt heel leuk. Ook zonder riemetje ook leuk. Misschien toch een knot. Ik ga nu dit jurkje ook laten zien. Dus dan zien jullie hoe het staat bij iemand die normaal SM heeft. En iemand die normaal XL/XXL heeft. Dat je hem dus op beide kunt dragen. Want het scheelt één maat. Zij heeft XL aan en ik XXL. Zij. Dus. Zodra we er buiten liggen, begon het te regenen. Ik zei het heel snel een paar keer geklikt, maar... Nee, maar dat er tussen drie shots niks zit. Echt jammer, want ik was net klaar. Maar ik had geen idee dat het ging regenen. Goedemorgen jongens, de vakantie is voorbij. Het is nu namelijk al 11:30 hoor, dus... ik heb trouwens gisteren Marianne intens in mijn haar gedaan. Oh, je ziet echt verschil. Ik vind het toch wel te donker. Ook warm donker, ja. Dit is ill, nee. Het is niet waar ik van hou. Ik heb dit gehad vroeger. Ik vind dat toch niet... Ja, zo wel. Het is dan net niet de kleur die ik wil. Ik vind het andere denk ik toch mooier. Ja, het is wel echt zo lijkt het wel heel donker, zeg. Wow. Maar wel tof om het weer een keer te zien. Dan weet ik dat ik dat toch niet wil, zo donker. Zo is wel weer mooi. Ik weet niet. Wat vinden jullie? Ik ga het niet doen. Ik ga denk ik echt terug. Ik wil gewoon die normale cacao. In ieder geval, het is nu al 11:30. Liefst zou ik nu lekker nieuwe kleren op de foto gaan zetten en zo. Maar ik ga naar mijn werk. Ik kom 1 uur een afspraak met intern begeleider om documenten in te vullen over een leerling nog van vorig jaar. En ik ga de overdracht te doen van mijn oude kinderen naar de nieuwe juffen. En met de oude juf van mijn kinderen nu de overdracht naar mij toe. En een beetje in mijn klas aan rommelen. Ik neem mijn camera al even mee, ik wil nu even zien hoe mijn klas er nu uitziet. En morgen worden we echt gewoon weer om 8:30 verwacht voor vergaderingen en ook rommelen in je klas. En dan is het maandag zover en ik hoor hopelijk ook vandaag of morgen of ik meteen vrij ben op donderdag. Want misschien moest ik de eerste paar donderdagen nog wel werken. En ik vind het echt super fijn dat ik donderdag vrij ben. Dat ik dan gewoon echt lekker 3 dagen vol aan mijn werk. Dan weer even lekker aan YouTube en mijn webshop. Dan nog even lekker relaxed 1 dagje werken. En dan gewoon lekker weekend. Ik verheug me er heel erg op. Ik ga weer even mijn groene blouse aan doen. Niet die van mijn shop, die van de Primark. Want die is wat langer, dus die kan gewoon met blote benen. Want het zonnetje schijnt. En die andere vind ik iets te kort. Dus met blote benen vind ik lekker met panty. Dus... Super leuk met mijn vriendin die dus, beste vriendin, ik zeg steeds haar naam niet. Die, de foto's zijn op de site, die kun je bekijken. Er is nog niks van besteld, maar het zijn echt hele mooie foto's. En ze is er zelf ook heel blij mee, merk ik. Want ze is de hele tijd zo van het appen, dat is super leuk. En de moeder vindt het helemaal leuk en de vriendinnen en zo. Dus super leuk. We hebben mega veel orders. Ruben heeft heel veel gemaakt en gaat vandaag weer verder. En de cupcake sprinkle trui is gisteren voor het eerst verkocht. En ik hoop zo dat die meid er heel erg blij mee is, want die trui is echt geweldig. Dus... ja, doei. Kijk jongens, ik heb deze schoenen niet zo vaak aan, maar ik vind ze hier zo best wel leuk bij staan. Kijk. Ik heb deze weer om, ik vind die zo leuk. En deze vind ik echt geweldig en die zijn samen echt amazing. Doei. Hallo jongens, het is inmiddels 6:05 en ik heb hulp ingeschakeld van Ruben. Want ik ga nu voor het eerst werken met Snapchat en dat is echt heel veel op de tablet. Alles moest 2 keer geüpdate worden. Daardoor moet elke tablet gekoppeld worden aan een kind. Dus het is echt super chill dat Ruben naar de kapper hier naartoe is gekomen. Want hij is echt al bijna 2 uur bezig. Ondertussen ben ik aan het opruimen. Het ziet er al veel beter uit. De instructietafel staat daar. Nou, oh, je had nog helemaal niet gezien. Dit is mijn klas. 27 kids. Hierachter wil ik nog een leuk tafeltje gaan zetten. Ik heb even gespiekt met mijn buren. En verder, ja, de spelletjes en zo wil ik allemaal uitzoeken. Maar dat komt wel. Dat hoeft niet per se nu. En ja, ik moet nog heel veel doen. Elke keer maak ik weer dezelfde fout door te veel sushi te pakken, maar het is gewoon te lekker. En toen was ik weer in het onderwandel gemet. Ik ben helemaal kapot ineens. Ruben is een beetje ziek en omdat ik het ook heb. Dus ik heb echt wel de laatste tijd een paar van die moeilijke appgesprekken. En dat vreet dan echt mijn energie. Dan ben ik helemaal gaar. Ik
Ik heb nu 22 minuten zonnebank gezegd, dat ik even lekker kan relaxen. Even kleurtje. Ik heb het wel heel heet, dus ik hoop niet dat ik er, zeg maar, verhitter door word. En dit is trouwens, ik hou zo van deze outfit, jongens. Dit is zo chill. Ik hoop echt dat het nog lang een beetje warm blijft, dat je lekker blote benen aan kan. Nou, ik ga even 22 minuten relaxen. Oké, ik ben echt bruin geworden. Mijn schoonmoeder appte net dat een moeder van een meisje uit mijn klas van afgelopen jaar, dus van 1 maand geleden, 2 maanden, nu op tv is. En ik wist dat ze op tv ging meedoen. Maar het is nu dus op tv, dus ik ga het nu snel terugkijken. Ik wil het echt vet graag zien. Het is het programma Mensenkennis. Ja, ik wil kijken of er mensen zijn die ook dat hebben. Ze gingen dus een man, een acteur, die ging vragen of hij eten mocht krijgen van mensen op straat. En zodra iemand dan dus ja zegt, moet ik dan dus heel hard huilen omdat ik dat heel lief vind. Ruben begrijpt het niet, maar ik ook niet. Dus daarom vroeg me af, zijn er mensen die dat ook hebben? Dat je gewoon, ik moet gewoon helemaal heel hard huilen. En Bobby zou je nooit troosten als je verdrietig bent, die snapt het niet. Kiekeboel, als je ging huilen, ging ze je helemaal troosten, hè? Je tranen likken. Bobby, ik huil. Bobby, ik huil nu. Hallo? Ik huil. Ik ga nu slapen, maar ik kan nog een pakketje. Maar nu ik het zie, denk ik van, ik ken dit al. Het is volgens mij niet nieuw. Want ik ken wel de bio-oil. Nu noem ik dus een ander merk, maar ja, dat is zo. Maar dit is Biodermal PCLEO, die ligt in mijn gezicht. En volgens mij lijkt dat daarop. Ik dacht dat het iets nieuws was, maar dat is denk ik niet. Oh, dit vind ik heerlijk om mijn gezicht te smeren. 2 maal daags rijkelijk aannemen. 's Ochtends gebruik ik het niet. Ik heb niet echt heel veel littekens en droogheid, maar ik ga het op mijn gezicht doen. Ik ga nu gewoon een paar dagen dit lekker ook naar de zonnebank, lekker 's avonds op mijn gezicht smeren. Ik vind dat altijd wel lekker fijn. Ik weet het ook, als je niet van vet houdt, is dit ook wel fijn. Oh, het is echt niet zo groot. Top, dankjewel Bioderman. Ben ik eens een keertje op tijd? Was ik helemaal vergeten dat mijn fiets nog om werk zat, omdat Ruben natuurlijk gisteren had opgehaald. Lopen jullie ook altijd op de straat in plaats van op de stoep? Ik kan dus niet op de stoep lopen, ik weet niet waarom. Gelukkig is het niet ver lopen, maar... 8:30 tot 9 is gewoon koffie en vakantieverhalen. Meestal kom ik dan om 9. Als er een inloop is bij mijn vergadering. Maar nu hebben we natuurlijk net vakantie gehad. Dus ja, dan ga ik liever eerder komen. Nou ja. Hallo. Ik heb het erop. Dat is het enige wat ik nog heb. Het is al 5 uur. Samen met 1 collega zijn we de laatste. Heel veel zijn al naar huis. Die hadden alles al af. Ik heb net dit gemaakt. Printers zijn er maar opgehouden. Dus ik kan niks printen. Ik wou het even een paar keer kopiëren. Dus als ik dan weer verander van klas, dat ik het dan weer kan invullen. Kijk hoe goed het eruit ziet. Mijn klas heel fijn. Ik heb een mega groot bureau wat ik echt super fijn vind. Echt, kijk, hierachter kan ik nog van alles kwijt. Je kan gewoon zelfs kinderen bij me zitten. Echt bijna gewoon een instructietafel. Heel veel lades. Best wel mijn instructietafel, super chill. Dingen aan de muur. Tablets in de oplader. Ik moet nog 1 tablet doen. Ik moet nog een paar dingen doen, maar die kan ik... Zeg maar alles wat ik thuis kan doen, dat doe ik als laatste. Zodat ik het eventueel thuis kan doen. Daar komt de hoek, maar daar kan jullie ook gewoon een tafeltje daar om te werken. Verder nog best wel leeg, maar het wordt toch snel heel erg vol. En ja, heel hard gewerkt. Heel fijn, mijn nieuwe collega's van groep 4. Het zijn duo's, zeg maar met 2. Heel goed geholpen. Ik kan heel veel overnemen nu nog van planningen en zo. Weet je, dagroosters. Zij weten nu gewoon precies wat nu het beste is om te geven aan het begin en zo. Dus top. Wel helemaal gesloopt. Hey jongens, ik ben thuis. Ruben was een zeepje vergeten te halen, dus dat moest ik even... Oh, dit is niet normaal. Even halen en toen heb ik meteen al mijn boodschap gedaan. En het sinaasappelapparaat is natuurlijk weer vast. En ik moest zelf de sinaasappels bijvullen en liep het weer vast. En mijn tas scheurde en toen scheurde mijn tas weer. Ik weet niet of jullie het al wisten, maar Ruben is dus best wel ziek. Hij gaat wel vanavond naar een feest, dus ja. Hij is er gewoon minder moeilijk in als hij ziek is. Als ik ziek ben, ga ik echt niks doen. Want ik wil echt niet ziek zijn. Helemaal niet aankomende week. Maar ik dacht dat ik ook ziek ging worden. Toen dacht ik er niet aan denken. Want het is net zomer geweest. En je gaat net aan je werk beginnen. Hoe kan je dan ziek worden? Maar dit ontploft. Mijn voorhoofd ontploft. Mijn ogen zijn droog. Hij zegt, toen ik binnenkwam. Oh nee, je hebt dezelfde ogen als ik toen ik ziek was. Ben. Lippen zijn helemaal trekkerig. Helemaal op. Slaaptekort. Slecht ritme. Maar 6 uur geslapen. Ruben die ziek is, dus sneller vatbaar. Heel hard gewerkt. Weet je, het is een combi van alles. Dus ik hoop gewoon dat ik nu rust neem. Ik wil wel mijn farmaceutische boek gaan editen. Maar dat duurt niet heel lang, hoop ik. Vers sap gedronken.
als ik nu rust neem, dat ik maandag gewoon fit ben. Ik zou echt niet ziek willen beginnen. Maar de pijn hier is niet te doen. Het zit vol met snot volgens mij. Ik probeer niet te hoesten. Ik probeer niet mijn neus uit te snijden. Ik ga mijn lens uit doen, mijn ogen branden, de kas uit. En ik ga heel slecht, maar ik ga nu een goede sterke kop koffie nemen. Want ik wil gewoon nog even wat doen deze avond. En niet alleen maar zo zitten. En ik hoef morgen niet vroeg op, omdat ik niet hoef te werken natuurlijk. Dus dan kan ik nu wel koffie nemen. En had ik al verteld dat ik al vanaf donderdag vrij ben. En ik ga waarschijnlijk met Lotte van Lotteloos Beauty naar 2 events aankomende donderdag. Dus dat is mega leuk. Want dat is mijn YouTube en webshop dag. Oh, hoe is niet zo? Even een review. Ik heb nu deze gisteren gekocht bij de Jumbo. Na de sizzling. Dit zijn van Jumbo Extra Intense. Die zijn ook iets duurder dan normale. Die zijn echt heel erg goed. Echt sterke koffie. Komt veel uit. Want ik had dus die van de Lidl. En ik heb al meerdere keren gehad. Als ik die dus gebruik. Dat er bijna niks uitkomt. Kijk, dit is goed. Gewoon een goede straal. Bij die andere was het echt zeg maar. Dit. De hele tijd. Wateren. Kwam niks uit. Dus ik weet niet of anderen ook het apparaat hebben dit herkennen. Of dit apparaat hebben nog nooit die van Lidl hebben gekocht. Koop hem alsjeblieft niet, want hij zegt ook vaak. Maar als ik hem open wil doen, krijg ik hem er bijna niet. Krijg ik dit echt zo, tjak. Het is gewoon niet goed. Dit is volgens mij gewoon net zo goed als die echte. En ze hebben bij Appie ook een ander merk. En die is heel vaak tweede gratis. Die haal ik vaak, die is ook helemaal goed. Oh, ik deed hem iets te lang. Maar je haalt niks uit die Lidl cups. Dus uiteindelijk is het gewoon echt geldverspilling. Dus dat is even een tip van mij. Ja, misschien ligt het aan mijn apparaat, maar dat zou raar zijn, want dit doet het wel en al die anderen doen het ook. Alleen die van Lidl doet het niet. Dus misschien zijn er wel mensen die altijd alleen maar die van Lidl nemen en denken dat het normaal is, maar het hoort echt niet. Goedemiddag jongens, het is vandaag zaterdag en ik heb de Flower Girl dress aan. Nog niet met een BH. Ik zat even te denken of ik die aan wil doen vandaag, maar het is denk ik niet heel warm, dus ik ga het denk ik niet doen. Dus ik ga even nadenken wat we willen doen, of we iets samen gaan doen of... Ik wil misschien, ik wil heel lang gewoon weer een on-the-go aflevering opnemen. Maar ik doe het steeds niet, omdat ik dan helemaal ergens naartoe moet voor één deel van on-the-go. Omdat ik natuurlijk niet alles op één dag wil filmen, want dan moet je alles opeten en zo. Maar daardoor film ik nu dus geen on-the-go meer. Dus ik dacht bij mezelf, waarom ga ik niet gewoon, wel heel slecht voedselverspillingachtig, maar wel gewoon meer er op een dag doen en gewoon van alles een hap nemen. En het gewoon mee naar huis nemen of zo en eet Ruben het wel op. Of wat overigens gooi ik wel gewoon weg. Maar anders kan ik nooit meer die serie maken, omdat ik gewoon niet zoveel dagen heb om steeds... elke dag 1 of 2 dingetjes te testen. En in zo'n serie zitten er echt heel veel onderdelen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is even... ben ik even over aan het nadenken. Ik ga nu nog even snel dit blouseje op de foto zetten. Want dat is het enige die nog niet op de site staat. Ik hoop dat het snel lukt. Kijk, hier word ik zo gek van. Komt vol met haren en kreukels. We zitten bij het Naardermeer. En we zijn hier wel een keer geweest, maar toen moest ik heel veel wandelen. Dat vond ik heel saai. Oh, ze hebben nog een on-the-go broodje getest hier. Weet je dat? En... het is wel weer vol met wespen, maar de rust hier is gewoon helemaal zen. En het weer is echt niet normaal zo lekker. Echt goed dat we hier wel heen zijn gegaan. We zijn allemaal een beetje shaggy vandaag, dus dit is wel lekker. Ik zie, ik ben niet eens, echt niet eens shaggy. Oh, ik wel. Het smaakt niet goed. Nee, ik kan het echt niet. Het smaakt heel zoet juist. Zullen we er ook fruit erin of zo denk ik? Nee, ze zeggen niet. Kan niet, want het is echt te zoet. Je moet siroop erin. Oh ja, citroensiroop. Siroop. Hij heeft de groentes moeten met aubergine corset. Oh, niet lekker. Maar daar, die siroop die je verpest. Ja. Zonder is dat, ik kan juist een puur. Ja, dat is ook heel dun. Ik heb mijn fotomomentje ingezet. Dus zag ik een paar stapjes later dat hier een hele leuke fotoplek is. Ik hoop dat Ruben... wat ben je aan het doen? Je lijkt wel gek. Hij is te klein. Krijg je niks meer, skin? Eindelijk een school waar ook volwassenen op passen. Ik probeer altijd mijn kans te grijpen om ook een keer van Ruben een foto te maken. Maar hij doet echt te debiel. Kijk dan. En het is echt tegenlicht. Zo, heb je meer licht? Zo heb je echt tegenlicht. Ruben, dit is zo raar. Op een bepaalde hoogte krijg je kriebels in je buik. Doe dan, harder. Nee, nog een keer. Ah, nu! Oh, dan kan ik niet denken. Ik ga net een achtbaan. Oh, hey, zeg je... daar denken echt, wat? Ja, nu ga ik je laten zien wie moet springen. Oké. Okay. Ik durf niks, jongens. Waar ik kan, wil ik springen echt niet meer daar. Als iemand mij ging duwen op de schommel, werd ik echt gek. Nee, hier. Ja, maar dan ga ik weer aanspringen. Ga je naar mij springen? Dit is echt zo'n eng horrorspring schommeltje in de nacht.
moet niet te hoog, want dat doet pijn in je voeten. Of van zijkant is misschien leuk. Zag je hoofd. Nu wil ik dat jij graag even een foto maakt dat je op dat hout balanceert. Dat vind ik echt een natuurfoto van Ruben. Het grappige is, Ruben haat foto's. Het boeit hem ook allemaal niet. Maar als ik een foto van hem heb, vindt hij het wel leuk. Horen jullie de horrorschommel? Nee, het valt echt in de baklava. In de baklava. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van... Ja, het is heel spannend. Het is eindelijk weer. On the go. Woe, yay. Heel awkward. Dat heb ik nooit. Oh my god. Opnieuw. Oké, jongens, wij hebben net 2 nieuwe veggieburgers. Toevallig zijn ze ook net nieuw, dus dat is wel heel leuk. Getest voor een nieuwe On the go veggieburger aflevering. En dit was eentje. Dus dat gaan jullie zien. Ik hoop een beetje snel. Dat is echt leuk. Ruben heeft ook meegereviewd. Jongens, dit is even een moment dat ik echt wil delen. Dit is een moment dat ik vaak niet zou delen, omdat ik dan niet wil stoeren doen of zo. Maar dit vind ik gewoon belangrijk om anderen te motiveren om dit ook te doen. Wij waren even in Muiden. En we moesten even wat doen. En toen zagen we een hond op straat lopen. Maar we hadden een afspraak. Dus we gingen gewoon door met die afspraak. En ik had dus van dit... Ik ben sowieso wel heftig met dieren. Maar ik denk dat klopt niet. Het was een mega lieve hond. En ik ben best wel snel een beetje bang voor honden. Omdat ik vroeger gebeten ben met een hond. Maar deze was ik nul bang voor. Ik deed zo, kom dan. Hij kwam lekker knuffelen. En dan liep hij weer weg. En hij ging kriskras over de straat. En hij liep naar de snackbar. Weer terug. En in Muiden wordt echt soms best wel idioot hard gereden. En weet je, aan allemaal mensen gewoon aanspreken en vragen. Jammer dan, is deze hond van jullie? En sommigen zeiden van nee, weet ik niet, ken hem niet. Ik kwam allemaal uit Muiden. Oh, die heb ik ook nog nooit zien lopen of zo. Want kijk, als je hem vaker ziet lopen, is het gewoon niks aan de hand. Niemand had hem ooit zien lopen. Maar niemand deed ook echt verder heel geïnteresseerd. Behalve 2 echt hele schattige jongetjes. Die hadden dan van de basisschoolleeftijd wat ouder. Die hebben dan gingen patat halen. En ik liep weer een beetje weg. En ze bleven contact met mij maken, met oogcontact van... Wij zijn de enige die om die hond bekommeren, weet je wel. En ze wilde naar huis gaan, maar ik zag dat ze gewoon niet naar huis ging, want zij kon het ook niet loslaten. Toen kwamen zij de klasgenootjes tegen, 2 meisjes, en die gingen ook helemaal vol op die hond. Dat vind ik zo mooi om te zien dat kinderen zich dan helemaal erom bekommeren. Echt superleuk. Ze waren echt een heel goed team met z'n allen. Nou, en toen zeiden de beiden van, onze vader is bekend in de Muiden en zo, we nemen hem mee naar ons huis. En toen kwamen die ouders er toevallig aan. Die zeiden, nee, hij gaat niet meer naar huis. Maar die gingen ook gelukkig uit de auto stappen en ook helpen. Toen heel het terras Ome Koog aan echt over het hele terras. Dat was best wel gênant om dit te zien. Ik zeg, is iemand zijn hond kwijt? Al die mensen kijken me aan. Volgende, is iemand zijn hond kwijt? In ieder geval, niemand. Echt niemand wist het. Toen had het op de Facebookgroep gezet van Muiden. Dus, want die meiden hadden weer geen mobiel. Dus ik denk, ik zit op de Facebookgroep met een fotootje. En toen wilden we net weggaan. Zo van... Oké, die vader met de kinderen, die bekommert zich er wel over. En ze gaan de dierenambulance bellen, zodat hij in ieder geval een plekje heeft. En toen kreeg ik een reactie op mijn Facebook. Een tag van een naam. En toen die naam zelf, ik kom er nu aan. Dus toen heb ik gezegd, oké, zijn we Ome Co. En nu zijn die mensen, lossen het dus op. En nu kijk ik dus terug in de Facebookgroep. En dan zie ik allemaal foto's. Heeft iemand onze case voorbij zien komen van de boerderij? Hij is al sinds 5 uur kwijt, het is nu 7:50. Met allemaal mooie foto's, hij wordt vermist. Echt allemaal berichten. Dus hij is echt al, de boerderij is ook een stukje verder ook. Hij is echt al een tijd kwijt. Dus nu ben ik zo blij dat ik mijn intuïtie heb gevolgd. En dat ik dus heb gedaan. Ik had anders echt me heel slecht gevoeld. En nu weet ik zeker dat het is opgelost. Dus doe dat alsjeblieft ook. Dus ja, ik ben helemaal adrenaline. Want ik ben gewoon heel trots dat ik dit dus nu, dat ik dan mijn intuïtie daarin heb gevolgd. En dat het echt is opgelost. Deze hond. Kijk, dus jongens. Goed afgelopen. Hallo allemaal, we zijn bij Rubens moeder, bij Ellie en Hilde. En kijk, ze hebben hier dus allemaal druiven, maar gewoon helemaal vol. En allemaal, hier zijn al om, maar tomaatjes, aardbeien. Wat dan? Nou, net als uit de lange dok. Of, aan de druiven? Dat soort streken. Oh ja. Dat zou wel leuk zijn. Lietje, wat heb je van die kuub gekregen? Die lippenstift. Wil je daar wat van? Was het een hele... Ben ik mijn lippenstift of alle soorten make-up? Lippenstift, lipgloss en lippotlood. Nou, ik mag je hebben helemaal een stuk. Oh, helemaal niet over nagedacht ook. Gewoon een hele fijne sfeer hangt hier. Het voelt het. Nu lusten ze toch wel druiven. Zeker. Anders maak je de sap van. Maar lekker mee naar mijn werk. Ja. Dit is echt genoeg hoor. Ja. Ja, dit is genoeg. Ja, volgende week zijn ze er ook nog. Dus. Ja, maar ik neem het lekker mee morgen. Maar ik zeg net, als ze nou te zuurig zijn, laat ze gewoon liggen. Tot ze zijn verkerstvers. Daarom. Ik bij ons eten. Oh, dat is leuk. Zeggen we altijd, maar uiteindelijk vergeten we het altijd te zeggen. Maar het is...
Nou, je weet toch... Oké, inmiddels is het al 9 uur. Het was heel gezellig, echt heel gezellig. Maar Ruben's vader wordt aan de overkant, dus daar zijn we nu eventjes. Ik wil eigenlijk om 8 uur weggaan, want ik moet morgen... wil ik een uur voor de kinderen komen op school zijn. En ik moet nog mijn hele dag voorbereiden en alles is nieuw en zo. Dus ik wil eigenlijk om 10 uur slapen, wat me niet gaat lukken, maar om 10 uur in bed liggen. En dan heb ik nu dus nog 1 uur en 20 minuten en ik moet ook nog naar huis fietsen. En ik moet mijn hele dag planning nog doen, dus dat is een lekker begin. Maar als je zegt ik wil 8 uur weg, gaat het sowieso nooit lukken. Hebben jullie dat ook altijd? En nu zeg ik, ik fiets vast, want Ruben is op de scooter. Maar nu moet ik wachten, want nu moet er iets in mijn fietspak worden gezet. We hebben dus allemaal druiven uit de tuin van Ruben's moeder en vriendin. Haar vriendin, zijn vriendin. Al een boek. Hier zijn Ruben en Sjors. En ik krijg allemaal complimentjes over dit leuke ding. Het is ook heel leuk. Ik wil ook dus in mijn webshop echt... Die ik in mijn webshop heb is net iets korter, dus die vond ik te kort voor vandaag. Maar ik wil zo graag echt gewoon dit in elke kleur die er bestaat. Hier is George. Nou jongens, dat is echt zo gezellig. Het is heel grappig, gewoon mijn schoonmoeder en ik hadden het erover. Dat we een serie zouden willen beginnen, of in ieder geval een aflevering zouden willen maken. Dat Bobby... Moeten de laatste 3 ook nog vallen? Deze ook nog? Doe dan. Als ik niet kijk, doe je het ook. Air hockey. Hij is een beetje... Je bent een beetje moe. Rrr. Niet op het pakketje. Bobby is alles op de grond aan het gooien. Letterlijk alles. Kom dan. Als hij stout heeft gedaan, dan gaat hij daar naar de voerbak. Dat wordt ook echt mijn probleem als ik later kinderen heb. Dan ga ik dus... Ik denk als iemand stout doet, ga ik doen alsof ik het niet zie. Omdat ik het stiekem wel grappig vind. Wat ik wou zeggen, ik ben echt moe. Dat we dan een video willen maken waarin mijn schoonmoeder, dus echt heel leuk met een Vlaamse accentje. Dat ze dan gaat zeggen, vandaag gaan we de badkamer schoonmaken. En dan tip 1, dit moet je doen als je denkt, nou ik kan nu niet grappig vertellen, ik ben nu te moe. In ieder geval dat mijn schoonmoeder mij gaat vertellen hoe ik moet schoonmaken, omdat ik niet goed kan schoonmaken. En zij is echt hilarisch. Lijkt het jullie leuk? En ze kan echt allemaal trucjes en tips wat allemaal, hoe je moet doen. Dus mij lijkt dat wel leuk. Oké. Dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Ik ga naar bed. Morgen werken. Hoe mijn eerste werkweek bevallen is. Dat zien jullie volgende weekvlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En doei!